Het is belangrijk dat we de Haringvlietbrug ook in de toekomst veilig houden en dat de regio bereikbaar blijft. Daarom krijgt de brug een nieuwe brugklep. En ook het bewegingswerk en alle technische installaties worden vernieuwd. En die technische installaties die worden nu al uitvoerig getest, niet bij de brug, maar hier in deze hal. Hey Joep. Hallo Fiona. Hoi. Welkom. Dank je. En wow, wat een hoop techniek staat hier. Waar kijken we naar? Nou, dit is de testopstelling van de Haringvlietbrug. We testen hier alle systemen die uiteindelijk in de Haringvlietbrug terechtkomen. Hier staat de bediening, besturing, bewaking. Dus alles wat onder de motorkap zit van de brug zometeen. We hebben hier de echte lampen staan die we straks uiteindelijk gaan gebruiken. We hebben de echte afsluitbomen. En ook de echte geluidsinstallaties. De echte bel. Wanneer de brug open gaat. Eigenlijk alle systemen die we buiten kunnen aantreffen, die staan hier opgesteld. En, wat gaat er nu gebeuren? Nu gaan de afsluitbomen omhoog. Ja. En wat we zullen zien is als wanneer de bomen open staan, de rubberbriefbesturing zegt dat het veilig is, de lampen uit zullen schakelen. En nou kan en het verkeer doorrijden. Nu kan het verkeer weer rijden. En hoe wordt dit allemaal bediend? Nou, kom maar mee, ik zal het je laten zien. Dit is de bedienplek. Vanaf hier wordt de brug bediend. Nou, dit zijn de besturingskasten die zometeen ook in de basculekelder terechtkomen. Ik vind het echt bizar hoeveel techniek erbij komt kijken, letterlijk kasten vol. Wat ik me wel afvraag is, waarom zijn jullie nu alles hier aan het testen? Nou, we testen hier vooraf om zoveel mogelijk verrassingen te voorkomen op locatie, zodat we het verkeer zo min mogelijk te last zijn. Moet je even kijken hoe groot deze dingen zijn, groter dan ik. Niet normaal, toch? Mark, waar kijken we naar? Nou, dit is het schaalmodel van de aandrijving van de brug zelf. Wat we hier zien is een brugdek met de sensoren voor het bepalen of de brug neer is of niet. Dan hebben we hier de aandrijflijn. Dat is een tandwielkast om ervoor te zorgen dat de snelheid die motoren hebben vertraagd worden in een snelheid die de brug kan dragen. Oké. De constructie is zo gemaakt dat het precies dezelfde snelheden, dezelfde vertraging in de tandwielkast is als wat dadelijk buiten gebeurt. Ja, want jullie hebben hier ook de rijbanen nagebouwd en de hele situatie. Want wat gebeurt er dan? Nou, als een brug gaat sluiten, dan moet er eerst alle voorwaarschuwing zijn aan. Voordat je überhaupt de afsluitbomen mag sluiten. Ja. Nou, goed, eerst gaan de aanrijbomen. Dus de eerste boom die je tegenkomt gaat dicht. Na verloop van tijd, de boom die erachter staat, de afrijboom, gaat dicht. En dan pas heeft de bedienaar de gelegenheid, de mogelijkheid om de brug open te zetten. Dus eigenlijk testen jullie de systemen los van elkaar en in samenhang? Jazeker. En daarbij doen we ook allerlei uitzonderingssituaties testen. Als dingen kapot zijn, hoe reageert het geheel daarop? Op de brug hebben we daar veel minder tijd voor. En dat kunnen we hier in deze omgeving dus prima doen. Ja. Vanaf 9 juni gaat de brug 8 weken dicht en er moet er van alles gebeuren. Er moet een tandratbaan worden ingehezen, al deze systemen worden geïnstalleerd. Maar om ervoor te zorgen dat de hoge scheepvaart ook weer doorgang kan vinden, moeten er nog een paar laatste tests worden uitgevoerd, toch? Zeker, want de installatie die hier staat wordt naar de brug verplaatst, daar opnieuw allemaal aangesloten. Maar er kan altijd natuurlijk iets misgaan. Dus we willen zeker weten dat nadat alles er staat, dat het allemaal nog zo goed werkt als wat we hier getest hebben. Wil je meer weten over de renovatie van de Haringvlietbrug? Kijk dan op rijkswaterstaat.nl/renovatie Haringvlietbrug.